Yo mensen, Jaraski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 online sessie hier op Mike en Aura's Game. Vandaag sta ik weer op de parkeerplaats van het casino, want er is weer een nieuwe auto toegevoegd. En dit is niet zomaar een auto, want op het moment dat je je internet opent en je gaat naar de website SouthernSanAndreasSuperAutos.com, dan staat hier als allereerste auto aangegeven, namelijk de Bravado Gauntlet Classic. Wat natuurlijk een muscle car is en welke geïnspireerd is op een 1970 Dodge Challenger. Hele mooie auto's. Ik ben sowieso een fan van muscle cars. En hij kost in de store $615.000. Wat we vandaag gaan doen is ik ga samen met Ryan, maar ook tegen Ryan, ga ik de auto tunen en gaan we hem testen op de performance. Want hier op de parkeerplaats staat Ryan naast mij. En hij gaat ten eerste de auto, de blauwe auto tunen. En ik ga de gele auto tunen. En we maken er een kleine wedstrijd van om te kijken wie hem het mooiste maakt. Dus ik ben zelf heel erg benieuwd hoe Ryan hem gaat maken. Ik ben zelf ook nog benieuwd hoe ik hem ga maken. Want ik weet natuurlijk niet wat je er allemaal aan kan aanpassen. Maar laten wij rustig naar de pimpshop lopen. Ryan is precies tegelijkertijd naar zijn auto aan het lopen. Dat is echt een heerlijke timing gewoon. En ik ben benieuwd. Ja, ik ben een fan van muscle cars. Dus ik vind het heel erg gaaf dat ze hem hebben toegevoegd. Hij is ook niet... Oeh, hij kan nog geen wheelie. Hij is ook niet heel erg duur voor een muscle car. En ja, wat ze normaal gesproken kunnen is een wheelie. Hij wil hem nog niet van de grond af krijgen, dus we moeten de performance met een betere motor, beter remsysteem, turbo erop en ga zo maar door. Moeten hem toch eventjes omhoog gaan boosten, want hij wil nog niet zijn voorwielen van de grond afhalen op dit moment. Dus dat is wel iets om goed naar te kijken. Hopelijk dat we goed kunnen tunen. Misschien dat je een super grote motor natuurlijk voorin kan leggen. Spoilertje erop is altijd wel gaaf. Misschien wel een wheelie bar achterop. Want ik denk wel dat als we de motor aanpassen en hem sneller maken en veel sneller maken, dat hij echt die voorwieletjes van de grond af kan halen op het moment dat ik een drag race ga doen. Maar daar komen we vanzelf achter. Dus ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ik heb hem voor nu geel gedaan. We gaan hoe dan ook de kleur nog wel aanpassen. Ik zit zelf een beetje te denken aan iets van oranje met zwart op dit moment. Dus heel even kijken of dat er gaaf uit komt zien. Is wel een mooie kleurcombinatie altijd voor een muscle car. Want het valt veel op, maar ook weer niet, vind ik zelf persoonlijk. Als je het beide weer leuk vindt, ram natuurlijk zoals keihard op lijken op. Zou ik super gaaf vinden. Bedankt natuurlijk ook allemaal voor de support. En dan rijden wij rustig naar binnen. En dan gaan we eens even kijken wat we kunnen aanpassen. Ik ben benieuwd. Die koplampen kunnen we misschien ook wel aanpassen. Ze zijn een beetje bezig op dit moment. Armor gooi ik niet op de brakes. 35.000 de bumpers. Oké, daar gaan we. Wat kunnen we aanpassen? 4 verschillende bumpers die we hebben. De bolted bumper, daar komen er schroeven ingeschroefd. De primary stock bumper, dat houdt in dat hij dezelfde kleur is als de auto. De wedged bumper en de muscle wedged bumper, dan wordt het één geheel. Ja, ik ga voor deze. Ik moet er heel veel denken gewoon. Ik vind deze het mooiste. Want kijk, met dat gat ertussen, dat ja, vind ik er niet zo mooi uitzien. En ja, ik wil eigenlijk wel die wedge splitter voorop hebben. Dus vandaar. En ik wil sowieso niet van die schroeven in mijn bumper hebben. Dat vind ik zelf persoonlijk altijd zo lelijk. De achterbumper. Even een beetje gas geven, want dan gaat die rook weg natuurlijk. De bolted stok, daar komen er weer van die schroeven in. De primary stok. Oeh. Het is wel mooi als die meekleurt, vind ik zelf persoonlijk. Dus daar ga ik voor. 11.500 geld er weer af. Dat gaat lekker snel op die manier. Het chassis. We kunnen een rollcage erin gooien. Rollcage met carbon seats. Dus het verandert de stoelen. Mark 1 racing, Mark 2 racing, Mark 3 racing, Mark 4 racing. Maakt eigenlijk niet heel erg veel uit. Maar we gaan gewoon voor de duurste. De stoelen maken mij persoonlijk helemaal niks uit. Dus ja, of ietsje lagere stoelen. Dat vind ik zelf eigenlijk wel mooier. Ja, ik ga voor de Mark 3 Racing Cage. Interieur ziet er ook heel erg gaaf uit. Het is natuurlijk een oude auto. Hij is geïnspireerd op een oude auto uit 1970. Dus je ziet ook nog wat hout zitten. En dat soort dingen. Maar het interieur ziet er ook wel klassiek uit. Wat het ook is, een klassieke auto. Motor upgrade 33.500. De uitlaat. Oké, daar gaan we. Hij heeft voor nu 4 uitlaatpuppen eronder hangen. Je kan ze veranderen in titanium. Oeh, je kan ze ietsje kleiner maken. Oh. Oh, dit vind ik wel mooi. Ik vind het zelf mooi. Een side uitlaat kunnen we ook nog. Of... Oeh. De achterkant is mooi zonder uitlaat. Je kan hem met uitlaat doen. Maar ik vind hem zonder uitlaat eigenlijk mooier. Alleen ik vind de hele
buis die zo aan de onderkant hangt, vind ik weer een beetje too much. Dus ik ga voor de side uitlaat. Zit hij ook aan de linkerkant? Ja, links en rechts zit hij. Oké. Dat vind ik wel mooi. Zo blijft hij clean. Dus ik ga voor deze. 10.000 geld eraf. Front vendors. Ja, dat ziet er wel mooi uit. Ja, dat verandert daar bij de motorkap natuurlijk ietsje. De grill kunnen we nog aanpassen. Het wordt wel echt een mooi autootje. Competition grill. Je ziet de komplampen nu niet meer. Maar wat gebeurt er als ik mijn lichten uitdoe? Ik ga voor de competition grill. Dan gaan we heel veel bij de lichten kijken. Yes! Oh, dat kaffie gaat gewoon naar beneden. Dat is mooi. Let op. Let op de koplampen. Oké, dat moet ik doen. Ik moet voor deze gaan. Ik kan niet anders. De motorkap. Een snorkelhoed. Dan wordt die net iets groter, die lucht inlaat. We kunnen ook helemaal geen lucht inlaat. Carbon vind ik niet zo mooi. Helemaal niet op een oude auto. Oeh, waarschijnlijk, ja, ik zat erop te wachten, ja. Waarschijnlijk kunnen we ook een heel groot motorblok erop gooien. Oh, we kunnen zelfs de hele motorkap verwijderen gewoon, joh. Je ziet nu ook gewoon het motorblok liggen, kijk hoe groot die is. Een echte muscle car, accu'tje zie je ook nog aan de rechterkant liggen. Ja, het is een muscle car. Als je met zo'n muscle car op de straat rondrijdt, dan gaat wel iedereen kijken. Kijk die motor liggen. Ik moet je wel zeggen, ik vind deze ook heel erg clean, als ik heel eerlijk ben. Maar ik ga er gewoon voor. Ja, ik ga ervoor. Ja, we doen het gewoon. We doen het gewoon. Klaar. Hij zit erop. Nu kunnen we niet meer veranderen. Kunnen we nog wel, maar gaan we niet doen. Even kijken. De livery, die kunnen we ook nog aanpassen, maar ik ga eerst zo meteen de kleur doen. Even kijken. De rear fenders, die komen waarschijnlijk, ja, bij de achterwielen. Ja, twin. Waarom niet, joh? Dubbele. We doen gewoon de dubbele. Respray roof kunnen we nog aanpassen. We kunnen een sunstrip erop doen, een zonnestrip. Ja. Oh, we kunnen voor een vinylen dak gaan. Kijk, dit vind ik altijd wel clean als ik eerlijk ben. Ik wil alleen die zonnestrip eigenlijk niet hebben. Kunnen we die ook wegdoen of niet? Even kijken of die zonder zonnestrip kan. Maar wel met... ja, kijk. Ja. Hoppatee, I like it. Ik vind hem in het geel ook wel mooi, moet ik eerlijk toegeven. Maar ik wil hem nog wel een ander kleurtje maken. Sideskirts kunnen we ook nog aanpassen. Dan ben ik blij dat ik daar die uitlaat niet heb gedaan. Want dat is eigenlijk wel mooi als we die nog op deze manier kunnen uitpassen. Ik ga voor de secondary color, want dan kunnen we weer een beetje spelen met de kleurtjes. Spoiler. Ik kan je nu alvast zeggen. Er zijn in totaal, eens even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spoilers. Dat kan hoe dan ook. Een mega grote, hoge spoiler erop. Als dat niet kan, dan word ik boos namelijk. Alright, we hebben de standaard spoilertjes. Deze zit een beetje te ver naar voren. Okay. Ja hoor. Ik wist het. Ja. Ik zat er al op te wachten. Ik ga er hoe dan ook voor. Ik wist dat we dit erop konden gaan zetten. Ja, klaar. Dit wordt wel een beetje too much, maar dat is niet erg. Even lager aan de grond leggen. Eventjes de suspension naar beneden gooien. Transmission erin, 50.000. Turbo erin, 50.000. Windows blinderen, zodat niemand naar binnen kan kijken. En de wielen. We moeten hoe dan ook gaan voor musselwielen. Want ja, dat moet gewoon. Dat kunnen we niet veranderen. Het is een muscle car. Er moeten musselwielen onder. Alleen even kijken. Ja, eigenlijk moeten we voor deze gaan. Deze zijn een beetje old school. De revolver velgen. En dan maak ik ze zwart. Ja, I like it. Gooi ook nog bulletproof tires erop voor als de politie op ons schiet. Black tire smoke is ook wel mooi. En dan moeten we nu voor de kleur gaan. Dat doe ik altijd als laatste. En ik zei aan het begin, ik wil een beetje een oranje-zwarte vibe eroverheen hebben. Hij is nu helemaal geel. Ziet er ook mooi uit, maar... Ik zit met oranje in mijn hoofd. Laten we gaan voor... wacht even. Het dak, dat gaat niet mee. Het dak is nu ook dezelfde kleur als het chassis. Alleen het enige probleem is, ik kon alleen het dak dezelfde kleur maken. Als ik die sunstrip, die zonnestrip daar op het glas nam. Dus ja, die zonnestrip die moet er helaas bij. Dat kan ik helaas niet veranderen. Maar de secondary color, als we die nou mat zwart doen, ja. Alright, I like. Kunnen we nog kijken naar de livery. En als er een zwarte, ja ik zie hem al staan. Als er een zwarte livery in zit. Oeh.
Wat nou als we het dak zwart maken? Ik maak net het dak oranje. Ik dacht, dat ziet er mooi uit. Maar wat nou als we het dak hiermee zwart maken? Even doorkijken. We hebben nog 4-4-5. We hebben nog dubbele strepen. Dubbele strepen in het wit. Eens even kijken. Een beetje roestig kan je maken. Reclame, vlammen, reclame, reclame. Ja, ik ga voor deze. Maar ik ga het dak toch echt weer aanpassen. Het spijt me zeer. Ja, dit wordt hem. Ik ga hem zo laten. We kunnen nog heel veel aanpassen. Je kan heel veel kleurcombinaties op deze auto gebruiken. Dat ligt er maar natuurlijk zelf aan, ja, wat je mooi vindt. Maar hij is wel een beetje over de top. Hij is wel een beetje over de top op dit moment. Maar ik vind hem wel heel erg gaaf. Wat we gaan doen, is we gaan de pimpshop verlaten. Maar Ryan staat daar waarschijnlijk al op ons te wachten. En ik ben benieuwd hoe hij hem heeft getuned. Hallo? 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 Waar ben je? Ik sta hierboven, kom eraan. Oh, je komt van het trappetje af, of ja. Niet? Oh nee, gewoon via de ingang. Oh, jij hebt hem donker gemaakt, of niet? Ja. Zet hem tegenover die van mij, ja. Dan kunnen we op elkaar schijnen met de lampjes. Ik zweer het je, dit is echt een brute auto, hoor. Ja, ik vind hem ook echt heel, heel erg gaaf. Maar jij hebt ook voor die motor gekozen. Oh, die vind je ja. Zo mooi. Strak, hè? Oh, zelfde spoiler. Ja, volgens mij ook dezelfde velgen, of niet? Echt? Hebben we dezelfde velgen? Oh, niet. Nee, jij hebt hem ietsje dichter. Ja. Jij hebt hem ietsje dichter. Die van jou is ook wel vet, hoor. Ja, ik vind die van jou ook vet. Met die stuur ik vind die van jou ook vet, man. Wacht, ik pak heel veel mijn flashlight erbij. Dan kan ik dat beter zien. Ik zweer je. Had je die motor... doe je deurtjes eens open? Ja. Had je die motor gezien, zeg maar, die je voorkant... Ja, je kon je hele motorkap kon je weghalen, ja. Dat is jammer, nu omdat we deze motor hebben, kunnen we niet meer de motorkap open doen, zeg maar. Dat is wel jammer. Ja, ik vond hem wel overkill, hoor. Ja, ik zat te denken, ik wil hem een beetje clean houden, maar ja, dat heb ik niet echt gedaan. Ik dacht, hij is vet, die open voorkant. Heb, ja, wat voor grill heb jij gedaan? De barbecue, nee. Niet, kijk, mijn koplampen, nee, kijk, die zijn nu op dit moment dicht. Nee, kijk, die zijn dicht, maar let op. Hoe kon je ze open doen? Ja, let op. Let op die koplampjes. Oh yeah! En je kunt ook dicht. Oh yeah! Ja, nee, daarom heb ik ze gekozen, man. Oh ja, die van jou is ook vet. Oh. Laat in de reacties weten welke auto je er vetter uit vindt. Zien die van mij of die van Ryan. Mag ook alle twee, want ja, eigenlijk, ja. Ik vind die van jou ook mooi. Ja, ik vind ze echt vet. Welke uitlaatjes heb jij? Aan de zijkant. Ja. Ik vond de achterkant mooi zonder uitlaat. Dus vandaar dat ik hem aan de zijkant heb gedaan. Maar ik vond die pijp die eronder hing, die vond ik wel weer een beetje... Die was een beetje te veel. Je kan hem echt overkill maken, die auto. Ja, nee, precies. We hebben het beide wel overkill gedaan, maar net niet eroverheen. Ja, ik vind het vet. Oh, dat start hier. Ja, ik kan niet een wheelie, want hij kon net nog geen wheelie aan het begin. Ik moet het even uittesten. Ja, let op. Ja! Oh, ik kan hem goed ook, joh. Hij kon het net nog niet, hè. Voordat we hem hadden getuned, kon het nog niet. Oh. Ja, doe jij even je deur dicht. Ja, mijn deur is... Je deur die... ik zie je deur daar liggen op de grond. Ja, gas geven en je rem vasthouden en dan loslaten. Huh? Dus je rem loslaten. Nee, je rem. Je rem, Ryan. Weet je waar je handrem zit, of niet? Oh, nee, je handrem. Ja, kijk, daar gaat hij. Oh, gaaf, joh. Oké, wil je een race doen? Ja. Oh. Ja, we moeten wel een race naar de vliegbaan doen en daar een drag race doen, want daar zijn deze auto's voor. Is cool. Zo. Oké, ik ga even op de weg klaarstaan. Disco. Disco met zijn lampje. Is wel lekker fris daar binnen met je deur eruit, of niet? Ja, zeker. Zo, hij slipt weg, jongen. Oh. Iemand had me nog een tip gegeven. Oké, feitje hoor. En die zei, je moet zeg maar, als je wegrijdt, moet je niet je gas 100% inhouden gedrukt, maar ongeveer 90-80%. Dan heb je namelijk minder wheelspin, omdat je niet meteen vol vermogen gaat. Dus dat kunnen we wel even uittesten ook nog eens. Oké. Ben je er klaar voor? Ja. Wacht, we moeten keren. Wacht even. We staan aan de verkeerde kant. We moeten deze kant op. Zo. Hij is echt een mooie auto. Vooral voor het geld. Ik vind hem echt wel waard, hoor. Hij is niet veel geld. Alright. Daar gaan we, ja? Ja. Woe! Oh, yo. Zo! Oh, hij blijft gewoon een video! Oh, sorry, mevrouw! Oh, sorry, Ryan, sorry! Ja, nee, dat ging niet expres, jongen! Kijk even die rode auto. Oei. Ah, dat is echt een gaaf autootje. Als je deze in het echt zou hebben, helemaal getuned, joh. Ik slaap erin.
Dit slapen in. Nou, het is wel een oude auto, hè. Dus daar moet je wel op letten. Er zit waarschijnlijk geen airco of iets misschien in. Oh, zo! Dat was een mooi bochtje! Ja, ja. Oeh, je hebt geoefend! Nee. Nee? Beginnersgeluk of hoe is het? Nee, nee, nee. Misschien heb ik in de afgelopen dagen een paar races gedaan. Oké, okay, ja, ja, ik heb het, ik zie het. Ik zie het meteen terug. Dat is oefening, hè? Oh nee! Ja, ik reed door rood, ik weet het. Ik succes met winnen, Ryan. Thanks, thanks. Er stak een auto over die. Die wist niet dat er een race bezig was, denk ik. Dus die ging gewoon door groen, terwijl ik door rood ging. Ja, wie is dan de schuldige? Hi! Want er was een race bezig. Ik doe mijn lamp uit. Ja, daar zie ik niks meer. Hij heeft wel een clean achterkantje, hoor. Ja, I like it. Ja, die achterkant is wel vet. Oh, wat ga je doen? Wat ga je doen? Alternatieve route. Oh, zo, hij stuurt nou niet echt lekker, zo! Alternatieve route gaat niet goed. Bij mij ook niet. Hij stuurt echt niet fijn, hé. Oei, 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 oei. Nou, hij stuurt heel, heel... Hij heeft een hele ruime bocht als je vol gas gaat. Jij kan door het hek, hè? Ja, maar mijn motorkap is eraf. Doei, Ryan! Doei! Ja. Dat was niet zo'n slimme route die je nam, kan ik je zeggen. Nee, denk het ook niet. Oké, drag race. Ik ben er eigenlijk wel klaar voor. Daar is deze auto voor, hè. Racen nee, niet echt. Maar drag race wel. Ik heb even veranderd van motorkap. Ja, je hebt hem open gedaan. Ja, kijk. Holy, oh wauw, ja, het is wel een mooi motorblokje hoor, die erin ligt. Oké, okay, zo, even met mijn voorwieljes op het lampje staan. Waar even dicht bij jou staan hoor. Oh, dat geluid joh. Oké, okay, doen we hem met wheelie of zonder wheelie? Eerst zonder en dan met. Oké, okay, dus zonder is gewoon, als hij ontploft, gas geven. Niks ingedrukt houden, gewoon alleen gas geven. Ja. Ja, oké. Okay. Denk de granaat wil je of jij? Gooi jij maar een granaatje. Okay. Oh, hij heeft er gegooid. Daar hing 200 euro. Oh. Oh. Zo, hij heeft wielspin, jongen! Hij heeft wielspin! Oh, ja, jij bent net die sneller weg. Oh, jij was net die sneller weg. Wat doe je? Oeh, die had echt wielspin, hoor, deze. Ja. Zo. Bleef maar duren. Oké, okay, 1-0, 1-0, fair enough. Goed gedaan, goed gedaan. Oh, 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 oh. Nu met de wielen erbij? Oké. Okay. Oké, okay, ik ben benieuwd. Ik ben ook wel benieuwd hoe lang die de wielen kan volhouden. Wacht, even mijn bandjes warm maken, hoor. Zo. Zo! Maat, die wielen houdt die lang vol, joh. Oei. Ja, je moet hem omhoog halen, dan ietsje gas loslaten en dan weer gas geven. Dan blijft hij hem helemaal doortrekken. Ik ben benieuwd hoe ver dat je echt kan doen, gewoon unlimited of niet? Ik denk als je hem onder de knie hebt, dat je echt wel lang die wielen kan doorhalen. Kijk. Dat is lastig hoor. Het is lastig om hem in de lucht te houden. Ja. Het moet niet full force, maar ook wel. Als je heel wat voorover gaat, val meteen neer. Oh, 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 oeh! Hij is lastig, maar hij wil wel. Ja. Je kon geen wheelie bar erop doen, dat is wel jammer. Anders hield hij nog redelijk aan de grond natuurlijk. Dan kan misschien nog verder komen. Ja. Oké, okay. 1-0 staat voor jou. Yep. Doen we nu met de wielen erbij? Oké. Okay. Maar dan moet je hem eigenlijk wel weer aan de grond zetten, dat gaat sneller. Oh, je hebt hem al gegooid, joh. Ja. Oh! Ja, ik lig voor. Ja. Ja, doei Ryan! Ja! Oké, okay, 1-1. Oeh, hij ging wel beter met de wielen, ja, moet ik zeggen. Ja. Alright, fair enough. Hey, 1-1. Ik ging ook zo ver. Ja, ik ging ook vet ver, ja. Ah. Ik probeer nu. Oh, ik probeer hem nu, zeg maar. Met wheelie, maar niet full force. Dus gewoon iets rustiger laten optrekken. Dat die wheelie niet al te ver gaat. Dat ik niet al te veel wielspin heb. Kijken of dat sneller gaat. Oké, okay. Klaar? Dat is wel lastig, ja. Hop. Daar hing weer 200 euro. Dat is geen. Nee, jij gaat veel sneller door, ja. Oh, ik dacht ik laat hem langzaam even optrekken. Ja, ik ben heel ver achter. Oh. Nee, dit is niet sneller. Je kan beter gewoon... Je kan er beter gewoon de wheelie laten trekken. Ja, dat gaat het snelst. Ja, het is een mooi autootje, hoor. Alleen bochten moet je maar eens gewoon een bochtje gaan maken. Ja, ik heb dat net al gezien. Hij heeft echt een hele grote draaicirkel. Dat is niet normaal. Ja, en hij slipt natuurlijk weg. Hij slipt ook weg, ja. Oh, sorry. Het is maar mijn lak.
Ja, nee, dat maakt niet uit, joh. Repareren kost maar 200, dan gaat hij remmen, jongen, wat een gek. Nou, ik vind het echt wel een mooi autootje, hoor. Jullie. Vind jij mijn geld waard, Ryan? Ja, volgens mij geld is hij zeker waard. En wat voor cijfertje geef je hem? Een 8.2. Ja, ik hou van muscle cars. Ik ga voor de 8.6. Ik ga voor de 8.6, ja. Wat kan ik over die auto stunten? Ja, met een wheelie misschien? Oh. Oh, joh, het werkt gewoon. Dan ook, ga je iets op de motorkap staan. Oh, ja, dan een wheelie doen. Oh, ik kom eraan. Oké, op je motorzaak, letterlijk. Oh, doei, Ryan. Jammer, ik werd niet gelanceerd helaas. Nee, is het je geld waard? Ik zeg van wel. Kan je hem goed pimpen? Ja. Ja en nee. Ik had nog wel wat meer gewild eigenlijk. Maar ja, je kan natuurlijk niet alles krijgen wat je wil. Ja, ik vind het een vette auto. Rijden blijkbaar niet zo heel erg, want die zit hem kapot te slaan. Ja, ik heb agressie. Ja, je hebt agressie, ja. Laat jij je agressie even los, dan rijd ik nog een rondje, ja. Mag ik het op je auto doen? Wat zei je? Mag ik op je auto slaan? Nee. Hey, doei. Doei. Probeer hem maar te slaan, ja. Houdt me toch niet bij, jij. Later, hè, Ryan. Ja, ik dacht ik zie vuurwerk, maar ik heb geen vuurwerk meer. Jammer. Nee, jongens, ja, ik vind het een gave auto. Ryan ook, dus ja, we zijn het een keer met elkaar eens. Dat mag ook wel eens. Nee. Ja, dat was hem, hè? Ja. Ja, mocht jullie hebben genoten. Dan natuurlijk subscribe, like op mijn kanaal en op Reizenkanaal. Vergeet niet te abonneren voor meer op mijn kanaal en op Reizenkanaal. En tot de volgende keer. Ja, doei. Bye.